De Socialistische Partij is bang dat Meerstad een molensteen wordt om de nek van de stad. De stad betaalt nu al 1 miljoen euro per maand aan rente over het geïnvesteerd vermogen. En de crisis op de woningmarkt maakt het onzeker of dat geld wel terugverdiend kan worden. Dat schrijft de partij in het verkiezingsprogramma Links aanhouden. We zeggen in ons programma dat we ook alternatieve scenario's moeten ontwikkelen. Want als het fout gaat op de woningmarkt, en ik hoop dat het niet gebeurt, ik hoop dat Meerstad zich fantastisch ontwikkelt. Maar als dat niet gebeurt, ja, dan moet je wel een alternatief achter de hand hebben, omdat we daar hele grote financiële risico's lopen. Bij de vorige verkiezingen was de SP tegen de bouw van het Forum, maar legde zich neer bij het besluit van de Raad. De bijdrage van de gemeente mag echter niet meer zijn dan 31 miljoen euro. We zijn er niet voor. We waren in de referendumcampagne tegen, maar we hebben meteen daarna gezegd van als de meerderheid van de Groningers het wil, leggen wij ons daarbij neer. Maar het mag geen cent duurder worden dan wat toen in die referendumcampagne genoemd is. En dat zeggen we nog steeds. Dat is en blijft onze opstelling. De partij is voor de tram. Dat staat in het verkiezingsprogramma. Maar ook de tram mag het budget van 300 miljoen niet overschrijden. We denken dat de tram een heel goed middel is om te voorkomen dat Groningen helemaal dichtslipt met auto's. Maar voordat we een definitief besluit kunnen nemen, moeten een aantal zaken echt duidelijk zijn. Dat betekent dat het niet duurder mag worden dan we nu denken. Dat ook de exploitatie geen extra geld mag kosten. En de inpasbaarheid in de stad, daar moet op een aantal punten ook nog heel goed naar gekeken worden. Maar als dat lukt, en ik hoop dat dat gebeurt, dan zijn wij erg blij met een tram. In verband met de bezuinigingen van het Rijk wil de SP het met één wethouder minder doen. Dat levert al gauw een paar ton op en al eerder is bewezen dat de stad best bestuurd kan worden door 5 collegeleden. Vind ik vrij logisch. De gemeente zal heel fors moeten bezuinigen. Nou, dan moet je bovenaan beginnen. Dan moet je ook kritisch kijken naar het bestuur. En ik denk dat het inderdaad met één wethouder minder kan. En dan heb je toch al meteen een aardige bezuiniging te pakken. Maar het belangrijkste punt in het programma is dat de maatschappelijke banen en het sociale vangnet overeind blijft. Nou, het belangrijkste is dat wij vinden dat we alles op alles moeten zetten om allerlei maatschappelijke en sociale voorzieningen die we opgebouwd hebben de afgelopen jaren, om die in stand te houden. Er zal enorm bezuinigd moeten worden, vooral doordat het Rijk op van alles kort. Wat voor ons het belangrijkste is, dat de voorzieningen voor de mensen en de wijken die een steuntje nodig hebben, dat die overeind blijven. Voor informatie over de verkiezingen, kijk ook eens op groningenkiest.nl.